De Karnahal is gebouwd op de voormalige vuilstortlocatie van Borne. Het onderkomen van 900 vierkante meter is gebouwd door vrijwilligers van de betrokken carnavalsverenigingen. De kosten van de sanering van de grond waren voor de gemeente en de provincie. De drie carnavalsverenigingen hebben de kosten van de hal voor hun eigen rekening genomen. 150.000 euro. Ja, we hebben de bouw voor een heel groot gedeelte met eigen mensen gedaan. Dat was ook de insteek, dat we dus proberen zo low budget mogelijk een hal te bouwen. En ja, wij hebben iedere keer een beroep gedaan op al die mensen. Dat is goed gelopen, dat is hartstikke mooi geweest. En dan zaterdag hier straat en dan ziet dat hier 40 man, 50 man aan straat is van drie verenigingen. Nou, dat is super natuurlijk. Maar mannen, de hal is klaar. Maar hoe staat het met de praalwagens die binnenkort de straat op moeten om mee te doen aan de carnavalsoptochten in Borne en Hengelo? Nou, zoals je ziet, afgelopen jaar zijn we gewoon heel terug geweest met de nieuwbouw van deze hal. We zijn bezig geweest om de wagens te verhuizen van de oude hal naar deze hal. Dus wij hebben eigenlijk helemaal geen tijd gehad om een wagen te bouwen. Dit jaar doen we gewoon mee met de wagens waar we dus vorig jaar mee hebben gedaan met de optocht. Het is heel jammer, maar volgend jaar hebben we weer een kans. Ah, dit verhaal hebben we eerder gehoord. Vorig jaar bouwde de Oranjewijk in Tubbergen een nieuwe hal. Ook zij hadden toen de focus niet bij de bouw van de praalwagen liggen, zagen we tijdens de grote Twentse carnavalsoptocht in Oldenzaal. Ja, dat is een fantastisch. En ze hebben een hal gekocht in Moerdijk. Komt hier naast de deur. Die wordt ze daar gedemonteerd en hier in Tubbergen opgebouwd. Zodat zij voor de komende 20 jaar een hele mooie hal hebben om te gaan bouwen. Dus volgend jaar weer de praal. Ik denk dat ze volgend jaar zeker weer van de partij zijn. Dat was vorig jaar. Nu staat er aan de Newtonstraat in Tubbergen een prachtige verwarmde hal van 450 vierkante meter. Voorzien van alle technische gemakken. Een genot voor de wagenbouwers van de Oranjewijk. Ja, dat is een heel genot. Je hebt het gezien met de kraanbanen en de ruimte die je hier hebt. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is niet te vergelijken met de voorgaande jaren. Dat is gewoon geweldig. Ja, komt dat de kwaliteit van de wagen ten goede? Uiteindelijk wel, ja. Niet alleen de kwaliteit. Je bouwt veiliger, je bouwt sneller. En je kunt hier meer, je hebt meer mogelijkheden. Dus ja, ik denk wel dat de kwaliteit uiteindelijk ook in goede komt. Nou, heb je zin in? Ja, we hebben er weer zin in. Vorig jaar naar de loopgroep. Dit jaar weer met de praalwagen erbij. Ja, daar hebben we echt zin in.